Welkom bij Topnames. Aandacht voor het boek Share van Pieter van der Grint en Harmen van Sprang. Harmen schrijft zo direct aan. We beginnen met Pieter. Pieter, jullie zijn beide hier eerder geweest. Toen jullie begonnen waren met initiatief Share NL. Jullie waren heel vroeg bij met de deeleconomie. Daar enthousiast over. Onderzoek naar gedaan. En nu dus een boek. Waarom moest dat boek er komen? Ja, werd ons eigenlijk al heel vroeg, 2,5 jaar geleden, gevraagd door onze uitgever van hey, wil je een boek schrijven over de deeleconomie? Die voelde toen al een bepaalde behoefte. En eigenlijk over de afgelopen 2 jaar kun je wel zeggen dat het boek doorgerijpt heeft. Dat wij zelf als ShareNL ons ontwikkeld hebben. Dat we in de afgelopen 2,5 jaar met veel meer dan 2,5 jaar terug met het bedrijfsleven, met overheden, met start-ups gewerkt hebben. Waardoor we echt die overview hebben kunnen ontwikkelen van de deeleconomie. Wat is het, waar gaat het naartoe? En daarom geloof ik zelf nu dat het goede moment is voor ons om het boek dan ook eindelijk naar buiten te brengen. Het is een breed onderwerp. Wat is het? De deeleconomie. Het is een economie waarin mensen in plaats van naar een merk van een bedrijf gaan voor hetgeen wat ze nodig hebben, naar een ander persoon gaan, een ander individu. Dus dat kan zijn, je hebt even een boor nodig via Peerbee, eventjes een boor lenen via een app van een buurman. Maar het kan ook zijn, je hebt een taxirit nodig, niet via een taxicentrale, maar direct via een app die jou weer verbindt met een chauffeur. Het kan zijn een maaltijd die je niet bij een restaurant of een afhaaldienst, maar gewoon bij een buurman via thuis afgehaald haalt. En zo zie je in allerlei sectoren, of het nou producten of diensten zijn, dat mensen elkaar steeds sneller direct weten te vinden. En dat gaat zelfs zo ver als bijvoorbeeld ook de verzekeringsbranche of de financiële sector, waar bijvoorbeeld crowdfunding aan de hand is. Dat komt allemaal terug in de deeleconomie en in dit boek. Maar het is wel heel breed, hè? Als je ook inderdaad dingen als de hele bankierenwereld mee gaat nemen. Is dan eigenlijk jouw definitie van de deeleconomie dat alles waar zeg maar de tussenhandel eruit gaat en waar mensen direct met elkaar zaken gaan doen, dat valt onder jullie definitie? Ja, en wij definiëren de deeleconomie wel als dat privépersonen zijn, dus niet zakelijk. Dus wij zeggen eigenlijk, Uberpop is nu bijvoorbeeld verboden in Nederland. Maar dan is bijvoorbeeld thuis afgehaald op die manier, bijvoorbeeld, zolang jij als privépersoon iets doet voor een buur, oké. Zodra jij een bedrijf wordt, dan val je niet meer binnen de deeleconomie. Maar, dus wat dat betreft, Uber, de dienst zoals we die in Nederland hebben, valt daar niet onder. Precies, dat vinden wij een bedrijf. Ja. Airbnb, is dat dan nog? Nou, het is in zekere zin, wij willen een onafhankelijke partij zijn als ShareNL zijn. Dus dat is ook grotendeels een politiek vraagstuk. Om te bepalen wanneer iets of iemand een bedrijf wordt en wanneer niet. Wij zeggen alleen, er is ergens een onderscheid tussen de persoon die af en toe zijn huis verhuurt, omdat het toch stilstaat en daar wat mee bijverdient, tot de persoon die misschien wel 2 of 3 appartementen koopt om die te gaan verhuren. Ja. Maar een bedrijf die zijn overtollig of in de uur waarin de tractor of de hijskraan niet gebruikt wordt, een andere kan gebruiken, valt er niet onder? Die valt niet in onze definitie van de deeleconomie, maar het is natuurlijk overduidelijk dat ook bedrijven volop gebruik kunnen maken van de deeleconomie. Dus zowel in de business-to-business wereld als in de business-to-consumer wereld zie je wel veel bedrijven die inspelen op wat er in de deeleconomie gebeurt. En dat is ook wat veel terugkomt in het boek. Ja, want een van de kenmerken van iedereen is natuurlijk dat je een auto staat 23 uur van de 24 per dag ongebruikt. Die 23 uur kun je er iets anders mee doen. Bijvoorbeeld kan een ander jouw auto gebruiken. Peerbee, de boor die je koopt, gebruik je misschien 1 uur per jaar als je het al haalt. Al die andere uren kan je er wat anders mee doen. Is dat trouwens onderzocht, hè, met een boor. Dat is 12 uur per boor. In zijn hele leven? In zijn hele leven, ja. Okay, dat is nog erger. Dat is nog erger. Ja. Toen jullie ermee begonnen, stond het nog een beetje in de kinderschoenen. Er zijn nu ontzettend veel initiatieven, klein, groot, idealistisch, maar ook commercieel. Zitten we nu, een belangrijke vraag daarin, zitten we nog in de hypefase of zijn we daar al voorbij? Ik zou zeggen dat we daar voorbij zijn. Ik denk inderdaad, toen wij voor het eerst bij jullie op visite waren, toen was het een en al positief, het geluid. Ik denk dat het afgelopen jaar, 2015, dat er ook wat meer kritische geluiden kwamen, wat ook gezond is wat ons betreft. En dat je nu in een fase zit dat je de plusjes en de minnetjes aan het afwegen bent. Zowel bedrijven, start-ups als overheden die hier naar kijken. Waarom denk jij dat een blijver is? Omdat het eigenlijk is als een nieuwe infrastructuur.
wat jullie hier heel lang doen, de digitalisering van de economie. Ik denk dat dit daar dit boek daar een nieuw hoofdstuk in is. Wat we ook wel vaak zeggen is, we kennen Marktplaats is er al langer, eBay is er al langer. Werd aan het begin ook niet verwacht dat mensen massaal spullen aan elkaar zouden gaan verkopen. En eigenlijk zeggen wij nu binnen die deeleconomie, het is ook peer-to-peer personen die het onderling doen. Alleen nu gaan we niet alleen kopen, we gaan ook verhuren en lenen en meer geven. Dus eigenlijk is het een sortiment van volgende stap in hoe wij handelen via het internet. En de digitalisering, de platforms, de netwerken hebben dat vergemakkelijkt? Ja, die hebben het ten eerste veel makkelijker gemaakt en ten tweede ook een heel stuk veiliger. Omdat je wel weet, dankzij de deelplatformen, bij wie of met wie je een handel aangaat. Dus dat haalt een hele belangrijke barrière weg voor heel veel mensen. En ook dat komt natuurlijk terug in het boek, omdat het een van de grondvoorwaarden van een succesvol platform is te zorgen voor vertrouwen tussen de mensen die met elkaar gaan handelen op zo'n platform. Ja, wat dat betreft komen er ongelooflijk veel aspecten aan bij elkaar in het boek. Ik zat net ik zie het nu voor het eerst hoor, ik zat de inhoudsopgave te scannen. Sorry, maar je noemt het zelf al, bijvoorbeeld het reputatiemanagement, hè, wat onderdeel is van die deeleconomie om, zodat je weet met wie je zaken doet en wie je wel of niet kunt vertrouwen. Het reten van... Hoe heeft dat zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Hoe beschrijven jullie dat in je boek? Ja, ik denk dat dat iets is waar een enorme ontwikkeling in heeft plaatsgevonden, die je het sterkst ziet bij de grotere platformen, voornamelijk Airbnb, wat er echt al sinds het begin heel veel tijd en energie in heeft gestopt. Hoe zorg je nou dat ik snel kan zien met wie ik ga handelen? En dat zal voor ieder platform uiteindelijk verschillen, maar dat is iets waar nu volop mee wordt geëxperimenteerd. En in het boek eindigen we met een aantal bouwstenen die je nodig hebt om een succesvol deelplatform te bouwen. Of als bestaand bedrijf of organisatie een succesvol deelinitiatief te lanceren. En daar beschrijven we ook dat aspect vertrouwen in en hoe je dat kunt faciliteren. Ja, dat moet tegenwoordig altijd van de uitgever. Hè? Op het einde moet je een spoedcursus... De tien gouden tips om een deelplatform te beginnen. Een paar getallen is natuurlijk altijd goed, maar... Was het bij jullie ook zo? Dat moet wel even... Zeker, en ook daar heeft het in geholpen. Alles wat we de afgelopen 2 jaar geleerd hebben met al die bedrijven en de start-ups waar we mee werken, dat komt daar zeker in terug. Ja. Geef eens een voorbeeld. Wat zijn 2 of 3 van die... Wat je goed op orde moet hebben om het succesvol en goed te doen? Wat ten eerste heel belangrijk is, is het gemak. Dus wat ik wil, waar ik het wil en wanneer ik het wil. In de basis zijn wat we noemen peer-to-peer, persoon-tot-persoon marktplaatsen, daar beter voor gepositioneerd. Omdat ze in tegenstelling tot bestaande bedrijven sneller overal zijn. Om het even concreet te maken, je kan een autoverhuurbedrijf hebben. Maar zorg maar eens dat je in iedere straat van Nederland overal binnen 10 minuten een auto hebt. Nou, dan ga je iets als Car2Go ontwikkelen of iets als Green Wheels. Nou, de autobedrijven zijn mee bezig. Maar de autodeelplatformen in Nederland, zoals bijvoorbeeld Snapcar en MyWheels, die activeren auto's die al in de buurt staan, waardoor ik veel sneller op het moment en de tijdstip en de plek dat ik het wil, een auto heb. Dus dat is een hele belangrijke bouwsteen. En daar werkt het overigens versterkend dat het dus niet alleen auto's van mensen uit mijn buurt zijn, maar juist ook bedrijven die dit soort dingen ontwikkelen, maakt het voor mij als consument alleen maar aantrekkelijker, omdat het moment dat ik mijn deur uitstap en gelijk weg ga rijden, daardoor steeds sneller dichterbij komt. Dus dat is een hele belangrijke bouwsteen. Ik denk alleen met het voorgaande item en big data en herkenning van mensen, is dat je naast de wie, de wat en de waar, of de wat, de waar en wanneer, ook nu de wie en de waarom gaat leren kennen. Dus het succesvolle deelplatformen van de toekomst, Die weten niet alleen die eerste 3 wezens, maar ook wie ik ben en waarom ik op dat moment een auto wil. Als ik heel snel ergens heen moet, dan zal snelheid belangrijk zijn. Als ik ver moet, zal comfort misschien belangrijk zijn. Als ze mij herkennen als een persoon die om duurzaamheid geeft, zal dat misschien een factor zijn, dat ze eerder een elektrische auto aanraken. Ja, en dat is zeg maar de nieuwe horizon waar je nu naartoe gaat. Dus hoe gaan dat soort ontwikkelingen die deeleconomie dan weer beïnvloeden? Hey, ik wil het niet onderuit halen, want ik geloof dat het absoluut waar is wat je allemaal zegt, maar... Dit zijn natuurlijk ook allemaal ongelooflijk open deuren, toch? Dat geldt toch voor elke business die je begint. Wat is dan het doel, zeg maar, dat jullie dit op het einde van je boek zo gaan opschrijven? Volgens mij is het zo dat de meest simpele dingen vaak toch ook ergens het meest ingewikkeld zijn. Want wij weten dit, we houden regelmatig presentaties. En zelfs bij de grootste bedrijven die het belang van de klant centraal zetten in al hun strategische documenten en dat soort zaken, die pakken dit nog niet altijd op. Dus het is iets heel simpels. Geef gewoon de klant wat hij wil, wanneer hij dat wil.
Maar het lijkt wel pas alsof we nu met die digitalisering daar een heel stuk dichterbij aan het komen zijn dan daarvoor. Ja, en deze regels zijn natuurlijk ook niet uniek voor de deeleconomie. Dat geldt in feite in elke relatie tussen een partij die iets verkoopt en een partij die iets koopt, toch? Ja, alleen het is denk ik wel zo dat de kosten om het voor elkaar te krijgen sinds het internet in de basis en nu met de deeleconomie in de voorbeelden die we zien, dat die nu op een niveau komen dat het ook haalbaar is. Kijk, we komen natuurlijk uit een tijd dat jij een nieuw model auto of een nieuw model boor gaat ontwikkelen en dat je die gaat proberen te pushen en gaat te verkopen door middel van reclame en redelijk massaal. Dus één boek voor iedereen. En eigenlijk wil je dat iedereen zijn eigen boek krijgt die specifiek op die persoon geënt is. En ik denk dat de deeleconomie een van de voorbodes is van hoe dat er de komende jaren uit zal gaan zien. Dat dus het bedrijfsleven steeds beter in staat gaat zijn om dit ook echt waar te maken. Hoe simpel het ook klinkt. Mm-hmm. En maakt dat dan eens concreet? Hoe gaat dat er dan uitzien? Dat is leuk om daarover na te denken. Ik zou het dus inderdaad heel mooi vinden als... het is heel dubbel. Ik zou het heel mooi vinden. Het heeft ook een aantal ethische vraagstukken. Maar als ik zo goed begrepen word door dienstverleners, dat ik maar heel weinig moeite hoef te doen om precies te krijgen wat ik wil. Dus of ik nou een vakantieboek, dat ze precies weten, nou, jij bent in die Airbnb's geweest, je vond dat en dat het leukst. Die en die plekken vind je interessant. Jij houdt van bergbeklimmen. Nou, dit is een plek in de wereld, daar moet je heen. En je kan met die vlucht, je kan daar met die auto en je kan daar naar dat appartement. Allemaal voor jou geregeld. Ik hoef alleen maar op ja te klikken. Dat zou ik absoluut fantastisch vinden en ontzettend gemakkelijk. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook eng, omdat je nog meer een open deur aan het worden bent voor alles en iedereen. Open boek bedoel je? Ja, letterlijk een open boek. Ja. Maar ik zie wel dat iets is waar het heen gaat. En een van de grote vraagstukken die nu voor ons ligt is, in hoeverre wordt het een heel sociaal verhaal, die hele deeleconomie? En in hoeverre wordt het een heel efficiënt verhaal? Weer een voorbeeld, wil jij een automatisch slot op je deur bij Airbnb en een schoonmaakservice, dan moet jij degene die komen niet. Wil jij een kastje in je auto, zodat iemand met zijn smartphone je auto kan openmaken? Veel gemakkelijker, je hoeft niet tegelijk te zijn en de hele overdracht. Of zeg je, nou, we willen toch liever wel dat persoonlijke contact. En dat zijn dilemma's waar iedereen die dus gaat ondernemen in het veld en iets wil gaan doen, over na zal moeten denken. En gaan we daar nog verschillen in zien? Zie je platforms ontstaan die naast elkaar functioneren? Waar de een misschien meer een idealistisch ding heeft van bijvoorbeeld, dankzij Peerbeer leer ik mijn buren en mijn buurt beter kennen. En anderen die zeggen van, nou nee, het gaat mij eigenlijk alleen maar om de kwaliteit van de spullen en het gemak. Dus geeft dat ruimte voor twee diensten naar elkaar? Of zie je het één kant op bewegen? Nou, dat geeft zeker ruimte voor twee diensten naar elkaar. En ik kan me ook voorstellen dat sommige platformen binnen hun eigen gebruikers dit kunnen gaan optimaliseren. Stel je voor, je verhuurt je eigen auto via Snapcar en je doet dat wekelijks meerdere keren. En buurman Henk, die heb je ondertussen al 20 keer gezien. Die vertrouw je helemaal. Dan denk je, nou, die blijft maar huren. Misschien is voor die groep mensen die heel vaak van mijn auto huren, is het wel handig om zo'n kastje te hebben. Maar misschien denk je ook anderzijds van, buurvrouw Josephine, die ik nog niet ken, die wil ik toch de eerste keer op zijn minst even ontmoeten om te zien wat voor persoon dat is en of ik het wel vertrouw. En wil ik eventjes laten zien hoe mijn auto werkt. Dus daar kan ook een verschil ontstaan binnen de platformen. Ja, je hebt het boek samen geschreven. Ja. We gaan zo even met je collega praten. Hoe doe je dat, samen een boek schrijven? Dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Want de een schrijft makkelijker dan de ander. Nog tips over. Verschillende stijlen, de een schrijft makkelijker dan de ander. Hoe hebben jullie het verdeeld? Even, nou, in ons geval was het zo dat... Tafel liep, ja. Doe die het weer? Ja. Dat Harmen meer in het netwerk en de contacten en noemde hem wel eens de paraplu tijdens het schrijfproces. Dus die hield heel veel ballen omhoog tegelijkertijd voor Sharonel en ik zat meer in het boek. Maar wat het leuke is aan samenschrijven is dat je wel heel veel samen kan sparren en overleggen. Dus we hebben heel veel onderwerpen die in het boek aan bod komen, hebben we besproken steeds. En we hebben ons ook af en toe een paar dagen opgesloten in een hotel om de dingen door te spreken. En eigenlijk vooral in het laatste jaar is het... In een hotel? Niet via Airbnb, man. Ja. We zijn er gesnapt. Ja. Nee, maar dat is denk ik ook belangrijk. Ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat alles... Je hebt alleen maar meer keus. Dus inderdaad, soms dan zitten we in een hotel en soms zit je in Airbnb. Je hangt er net vanaf. Je hebt meer keus. Het is niet dat het altijd moet. Ja. Maar vooral in de laatste fase is het nog meer een symbiose geworden waarin... aan het begin kennen we elkaar natuurlijk kort en nu werk je langer samen, waarin we samen grondig door het boek heen zijn gegaan. En waarin in alle eerlijkheid ik wat meer academisch schrijf, Harmen flitsender. En die combinatie hopelijk is een succes.
geworden. Ja. Ja. Zullen we, we gaan even verder met Harmen. Ja, ja. Dus als jij even een microfoon wisselen. Microfoon ontkoppelen. Dan kan Harmen... Op tafel laten liggen. Ja, want... ja, hij mag gewoon buiten, hij mag gewoon buiten om, hoor. Klik hem maar gewoon hier. Klik hem gewoon zo. Hey, welkom. Dankjewel. Co-auteur van het boek. Wat is jouw specialisme in vergelijking tot Pieter als het gaat om de deeleconomie? Nou, Pieter gaf het al aan, dus iets meer academicus, dus degene die wat meer in het kennis ontwikkelen zit. Dus we zijn nu bijvoorbeeld met ShareNL een monitor aan het ontwikkelen waarbij we echt de pijlstok in de deeleconomie gaan steken. Dat is een samenwerking met onder andere de UvA. En daar willen we echt gaan kijken naar gedragingen. Dat doen we ook samen met een deeleconomie panel waarbij we gebruikers van diverse grote platformen ook gaan bevragen. En ook naar zaken van waarom gebruik je het dan niet en wat zijn dan bijvoorbeeld bezwaren. En zelf ben ik inderdaad degene meer de verbinder. Dus ik ben heel veel in contact met de start-ups, met het bedrijfsleven. Knoop heel veel aan elkaar. Op die manier zijn we eigenlijk steeds meer aan het doen in ShareNL en om ShareNL. En ook, grappig genoeg, steeds meer in het buitenland. Want een van de dingen die steeds meer nu aan het gebeuren zijn, is dat steden zich op de deeleconomie focussen. En dat is heel interessant. Het leuke is dat we zijn toen we met ShareNL begonnen... al begonnen met ook met Amsterdam Sharing City. We hadden toen gezien in Korea dat Seoul dat al had opgepakt. Die had zichzelf tot Sharing City gebombardeerd. Wij zagen dat en we dachten, nou, dat is inspirerend om dat met Amsterdam, de plek waar wij dan wonen en werken, ook eens te gaan doen. We zijn een eigen visie gaan ontwikkelen, daar een netwerk voor opgezet. En dat is heel snel op gaan vallen in het buitenland. We zijn de afgelopen anderhalf, twee jaar heel veel op allerlei plekken in Europa geweest om te vertellen wat we hier in Amsterdam aan het doen zijn. En vorige week is bijvoorbeeld bekend geworden dat in Europa Amsterdam de Innovation Capital is geworden. En kijken daar onder andere naar de manier waarop de gemeente Amsterdam met de deeleconomie omgaat. En nu beschrijf je het allemaal heel erg meta, dus, meta. Ja, wat we in Amsterdam aan het doen. Wat zijn we in Amsterdam aan het doen? Nou wat, kijk, één ding, en dat was toen met een beetje mazzel. We kwamen hem toevallig net nog op het terras tegen. Ger Baron, de CTO van de gemeente. Hè. De gemeente heeft een paar jaar geleden een CTO aangesteld. Die hier aan tafel gehad. Ja, precies. Ja. Inderdaad, en die is natuurlijk... Vandaag jarig overigens. Oh, ja, dat wist ik niet eens, maar goed. Gefeliciteerd bij deze. En hij heeft natuurlijk de mogelijkheid om puur op tech gezien een aantal thema's goed op te pakken. De gemeente heeft gezien van, oké, er zit er met een terugtrekkende landelijke overheid steeds meer naar een stad toe. Burgers die steeds meer op zichzelf worden aangewezen eigenlijk. Heel veel kansen voor de deeleconomie om dingen meer lokaal met elkaar in de buurt te gaan oplossen. Zoals zorg. Ja, ik kom er wel. Ja. Ik begrijp het, we zitten wel aan de tijd. Nee, ja, zoals zorg, hè. Je hebt een platform zoals We Helpen, waarbij je echt gewoon lokaal met elkaar gewoon meer zorg kunt verlenen aan elkaar. En dat zijn platformen die volgens mij ongelooflijk potentierijk zijn. Je hebt er nog eentje, dat is NL voor elkaar. Dus die maken dat soort dingen mogelijk. Ja. Ik denk dat als je, en dat is heel cliché misschien, maar dat als je elkaar in de buurt beter leert kennen, dat je veel meer bereid bent om elkaar te helpen. En dat je veel meer ook zelf met elkaar kunt oplossen en kunt rooien. En ik denk dat dat een hele mooie belofte is van lokaal de deeleconomie. Ja, welke platformen, als jij dat dan ziet, want jullie hebben het allemaal geïnventariseerd en weer op een rijtje gezet. Waar word jij nou heel enthousiast van, recente dingen die je hebt gezien in de stad? Nou, ik vind het, dat zijn zowel de hele kleine dingen als de hele grote dingen. Want bijvoorbeeld heel recentelijk naar Amsterdam gekomen vanuit Amerika is Nextdoor. En echt een platform waarbij je natuurlijk lokaal op community niveau met elkaar kunt communiceren. Dus je maakt een groep aan waarop je op veiligheidsthema's met elkaar spreekt of wat dan ook eigenlijk ook. Dat is de eerste plek buiten Amerika. En zo'n wat zwaarder gefund platform ook die dan naar Amsterdam komen om daar de markt verder buiten Amerika te verkennen. Dat is een interessante. Aan de andere kant vind ik het toch leuk als je echt lokaal die verbindingen weet te maken. Dus bijzonder thuis afgehaald vind ik nog steeds een ongelooflijk sympathiek project waarbij... mensen in de buurt die verhouden van koken, mensen die zorgbehoevend zijn, van een maaltijd voorzien. Super. Maar zo zitten er eigenlijk die twee grote uitersten. Aan de ene kant enorm. Dingen die klein gestart zijn, enorm. Mensen heel erg idealistisch zijn. Ja. En anderzijds projecten waar toch echt het grote geld in omgaat. Dit voorbeeld van jou ook. Ja. Want dit is echt fors. Nextdoor is fors. Een grote club. Ja, ja, en dat gaat natuurlijk voor een aantal platformen, ook zeker de Nederlandse platformen, betekenen dat het wel een beetje het jaar of de komende twee jaar wordt van erop of eronder. Of overgenomen worden. Of het afleggen tegen inderdaad de jongens die gewoon zwaar gefund zijn. En dat is een spannende. En ga je dan inderdaad naar platformen toe die uiteindelijk toch wel ongelooflijk efficiënt een belofte aan een peer of aan een consument beloven.
maar waar het sociale aspect misschien wel naar de achtergrond gaat. Want in Nederland hebben we ook, er zijn ongetwijfeld ook andere voorbeelden, maar één voorbeeld is mijnbuurtje.nl doet eigenlijk iets vergelijkbaars, hè? Ja. Met dezelfde motivatie. Ja. Zorgt dat de buurt elkaar beter leert kennen in de wijk, ja. En we krijgen een mooiere wereld. Ja, maar je zal zien dat soms bepaalde platformen, bijvoorbeeld in Nederland, er al een aantal jaren zijn en heel steadily zijn gegroeid en is gegroeid en nog eens een buurtje erbij pakken. Maar als op een gegeven moment natuurlijk een andere partij vanuit een hele andere hoek met veel meer middelen en veel meer marketing opeens om de hoek komt kijken, ja, dan zou je het wel eens af kunnen leggen. En dat is deels de markt en dat is deels heel gezond. Maar inderdaad, als je natuurlijk kijkt naar een van die beloftes van die deeleconomie, dat sociale aspect, dan vind ik dat wel spannend. Ga je naar het duurzame aspect kijken of naar andere elementen, dan is het misschien een hele logische. Ja, we hadden daar de vorige keer ook al de discussie over. Hè? Van, weet je, dat je toch die trend natuurlijk ziet, jij benoemt het nu heel mooi, dat ja, de grote partijen die op die deeleconomie springen, omdat het gewoon een nieuw businessmodel is. Ja. En dat natuurlijk op een gegeven moment helemaal niets meer met jij noemt het de belofte, te maken heeft. En we hebben Uber natuurlijk gezien. Airbnb vind ik zelf, heeft helemaal niks met de deeleconomie meer te maken. Dat is gewoon een platform waar commerciële huizenverhuurders hun waarde. Ja, er veranderen natuurlijk heel snel heel veel kunnen aanbieden. En dat zie je natuurlijk op veel meer gebieden gebeuren. Ja. Hoe kijk jij tegen die trend aan? Want het is ook hier natuurlijk de winner takes it all. Een beetje wel. Hè. We hebben dit, ik wil niet plaatjes gaan voorhouden, maar we hebben een tijdje geleden een ecosysteem ontwikkeld van de deeleconomie. En daar hebben we gezegd, die deeleconomie leggen we in de reële economie. Ja, hier kunnen jullie wat mee. Komt mensen. Ja, dit is lekker fout. Ja, maar goed, de blauwe ring is de reële economie en of de reguliere economie. En het rode gedeelte is de deeleconomie. En wat je ziet is dat die business to consumer variant, die gaat natuurlijk heel erg met bepaalde ideeën naar die deeleconomie toe. En die deeleconomie die gaat steeds efficiëntere modellen bedenken en gaat daar maar steeds meer naar een reguliere economie toe. En somewhere in between, maybe, zullen ze elkaar tegenkomen. Ik denk dat soms heel logisch en heel goed is. En zeker ook vanuit de consument, die daar ook misschien behoefte aan heeft. Maar ja, en een onderdeel van jullie eigen businessmodel is natuurlijk dat je die buitenwereld, de B2C-markt, gaat vertellen hoe ze gebruik kunnen maken van deze mechanismen. Ja, kijk, je kunt het ook niet doen, maar dat zou natuurlijk ook je kop in het zand steken zijn. Want daar verdienen jullie je geld mee, hè? Voor een deel inderdaad. Kijk, met presentaties, workshops, advies voor het bedrijfsleven en dergelijke, absoluut. Aan de andere kant ook gewoon door onderzoeken. Daar is niks mis mee, hoor. Nee, absoluut niet. Maar onderzoeken doen voor de overheid aan de andere kant bijvoorbeeld. Dus daar zit het net zo goed. En het leuke is dat we nu, toch nog even terughakend op dat Sharing City verhaal. We hebben nu net een landelijk Sharing City platform gelanceerd. Met wat hulp van Binnenlandse Zaken. Die gezegd hebben, nou, er zit zoveel waarde in het stedelijke aanpak eigenlijk. Ga een platform creëren waarop we dat ook op landelijk niveau andere grotere en kleinere gemeenten kunnen aansluiten. Dus vanaf vandaag is ook sharingcity.nl daarin live gegaan. Om gewoon meerdere gemeenten daarin mee te krijgen. Dus ja, we hebben eigenlijk wel met alle actoren waar we mee werken, hebben we ook wel een wisselwerking qua waarde. Ja. Is het van de gemeente ook niet een makkelijk ding? Van, weet je, los het even lekker met elkaar op? Mooie vraag. Nou ja, kijk, wij zijn het begonnen echt zelf met het initiatief van Amsterdam Sharing City. Dus er is niet een gemeente bij ons aan gaan kloppen van, willen jullie het alsjeblieft gaan doen? Ik denk dat ze er wel veel baat bij hebben. En dat is ook, kijk, dat je dat met elkaar allemaal in kaart brengt en gaat doen. Het is uiteindelijk aan de individu in de buurt om het op te pakken en aan het platform om het te faciliteren. Ja, daar heeft de gemeente een rol in, daar hebben wij misschien een rol in. Maar dat is waar het moet gaan gebeuren. En dat is ook waar we gaan zien welk platform dat het allerbeste kan. En ik hoop wel, als we kijken nog even naar het sociale aspect, dat die dingen naast elkaar kunnen blijven bestaan. He, dus misschien krijg je, ik zeg laatst ook als voorbeeld van, je gaat misschien 4-5 dagen per week naar een grootgutter en je gaat eens een keer naar het retour en je hebt een keer een afhaalrestaurantje of een thuis afgehaald. Maar die dingen kunnen misschien wel naast elkaar bestaan. En misschien dat je gemiddeld bij bol.com bij wijze van spreken uitkomt en soms bij een deelplatform. Ja, nou, we zeiden het net al, ik ga ook af en toe graag naar een hotel. Weet je? Terwijl als wij 10 dagen in Austin gaan zitten, ga ik veel liever in een huis van iemand. Ja, exact. En ik denk dus, als je kijkt dat natuurlijk het merendeel van de Nederlander nog niet in die deeleconomie actief is en dat aantal. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Ja, nee, maar wat zijn de percentages? Nodig, dus. Nou ja, dit ligt er heel erg aan waar je hem legt en hoe je hem meeneemt. Dus als wij die monitor goed gedaan hebben, weten we het denk ik een stuk beter. Maar ik denk, je zal misschien nu, maar dat ga ik even natte vingerwerk doen als we meezitten. Meezit op een derde ongeveer. Je gevoel is dat. Ja, het is een beetje waar je hem legt en welke platform je wel of niet meerekent. Volgens mij heeft een onderzoek van de Europese Commissie dat ook uitgewezen. Het heeft misschien zelfs over meer, maar die rekenen dan muziekplatformen ook mee en dat doen wij maar niet. Maar in ieder geval, er zit nog heel veel groei in. Dus ik kan me ook voorstellen dat er gewoon misschien steeds meer bestaansrecht is voor de initiatieven die net wat kleiner misschien van schaal zijn.
en het wat socialer zijn naast die hele grote. Maar de time will tell. Ik bedoel, wij weten dat is deel glazen bol, deel heel fascinerend, maar weten het ook niet. Wat gaat er nog gedeeld worden wat we nu niet delen? Ik denk dat er in de zorg nou wel veel meer gaat gebeuren. En ik zie nu bijvoorbeeld recentelijk zie je in de logistiek wel een aantal platformen ontstaan. En ook de grote postbedrijven die zich daar heel serieus op... En wat doen ze? Wat gebeurt er dan? Nou ja, die achterbanken die zijn zo vaak onbenut. En dat is niet alleen met iemand die je mee kunt laten rijden via een BlaBlaCar of je auto verhuren via de autodeplatformen. Maar je kunt natuurlijk ook pakketjes met elkaar laten vervoeren naar elkaar toe. Dus je koopt iets op Marktplaats en dat kan dan voor 6 euro nog wat met PostNL mee. Maar dat kan natuurlijk ook bij jou op de achterbank mee. En als je daar een ongelooflijk goede app voor hebt die dat heel erg goed aan elkaar verbindt, dan kunnen heel veel spullen... Was vanaf het begin ook al mee. Een van de businessmodellen van Uber, hè, die dat wilde gaan faciliteren. Ja. Zeggen, nou, onze chauffeurs kunnen natuurlijk ook pakjes vervoeren, waarom niet? Ja. Maar het platform is er nog steeds niet. Hè? Dat is als wij, zoals gisteravond, wij waren in Groningen, dat ik dan nog ergens op een app kan zeggen, nou, ik rij vanavond om 11 uur van Groningen naar Amsterdam. Mm-hmm. En lever de pakjes maar af bij Martini Plaza. Dat daar mijn hele achterbak vol pakjes wordt gegooid en ik die vervolgens... Ja, het is beginnend, want je hebt twee platformen van Nederlandse aard. Dat is één is Pick This Up en de andere heet Ship It. En dan echt letterlijk geschreven zoals je het zegt. Ja, dat gezien. Dat is misschien waar we met onze taalwetenschapper misschien een hele ingewikkelde, maar Ship It. Als ze die internationaal gaan, moeten ze denk ik nog wat gaan wijzigen. Maar dat zijn platformen die wel interessant zijn en die wel het volgen waard zijn. En inderdaad, in het kader van de Uber van alles, die doen natuurlijk ook al aan eten bezorgen en allerlei andere zaken in het buitenland wellicht. Ja, wat is nou het leukste platform wat je tegen bent gekomen de afgelopen periode werkend aan dat boek of daarna? En je houdt van allemaal, dat weten we. Ja, nee. Maar gewoon waar je een grote glimlach van op je gezicht krijgt. Dat je dacht, jeetje, wat leuk. Ja, dan vind ik het natuurlijk leuk om even een beetje een nieuwe te noemen. Dat is goed te denken, want het zijn zoveel... ik vind Van der Bron wel heel veelbelovend. Dat vind ik echt veelbelovend. Het is natuurlijk... Leg even uit wat het is. Initiatief van Amsterdamse / Nederlandse bodem, waarbij we zeggen, jongens, die hele grote energiereuzen, die hebben we helemaal niet zo hard nodig. Windmolens bij de boeren, precies, daar kennen de meeste mensen. Precies, daar kunnen we ook de stroom van aftrekken. En daar zit een grote belofte. En ik denk ook voor heel veel mensen wel, waarbij stroom natuurlijk iets heel niet sexy is. Misschien wel opeens wel net ietsje dichterbij komt, omdat je toch dat verhaal van die boer krijgt. Hè? Je mag er zelf eentje kiezen waar je je stroom gaat halen. Dat heeft iets. En dat zegt ook iets dat de moedermaatschappij van NUON recentelijk heeft aangegeven dat ze zelf ook met zo'n initiatief gaan komen. Dus die voelen hem, of die zien hem in ieder geval. En dat is een hele interessante, denk ik. Die ook echt wel potentie zal hebben in het buitenland. Dus dat vind ik een boeiende. Dat is een mooie om te zien. En dan kijk ik nog weer even naar ons ecosysteem. Ja, de periferie. Hè? Dus die niet letterlijk de deeleconomie zijn, maar daar wel op intappen. Hè? Je wordt tegenwoordig omvergefietst door de Deliveroo's en dat andere. Nou, die zijn er. Ongelooflijk. Ja, dat gaat natuurlijk als kool. Dat zijn natuurlijk ook weer platformen die zwaar gefund zijn. Maar die ook wel aangeven dat je een beetje in die trant van die deeleconomie of er tegenaan schurkend nog ongelooflijk veel kan doen. Ja, ik heb nog een vraag van een opmerking van een twitteraar. Die heet ShareNL. Dat is van gehoord. Dat is, en die zegt, het wordt spannend de volgende jaren. Behouden de deeleconomieplatformen het sociale of moeten ze het afleggen tegen de grotere partijen? Een van jouw medewerkers zit hier. Ik denk wat dat is het antwoord? Het zijn collega's. Het zijn collega's zit hier. Hij zit hij te doen. Okay. Nou ja, we hebben in het laatste stuk van het boek hebben we het over... we doen regelmatig meetups in Pakhuizen Zwijger over het thema. En dan hadden we in december eentje waarbij we allerlei founders van platformen zoals Bier bij Thuis Afgaat en dergelijke, MyWheels, aan het woord lieten over financiering. En op een gegeven moment ging het ook even over dit fenomeen. En toen hebben we maar ook even gezegd, handjes de lucht in. En toen ging toch nog het merendeel van de handjes van de 120 deelnemers de lucht in van toch de hoop en de verwachting dat er een sociaal element zeker behouden zal blijven in die deeleconomie. Dat hoop ik zelf ook. Maar nogmaals, het is voor een deel ook aan de markt. En dat lijkt een spannende. Onder de titel van het boek Share van jullie is kansen en uitdagingen van de deeleconomie. Is dit een van de uitdagingen wat jij betreft? Ja, zeker. Zeker. Maar het is ook wel eentje van dit moment. Hè? Dus het blijft goed. Hè? Dus als we net hebben over hoeveel gebruikersaantallen, het blijft natuurlijk nog steeds een jong fenomeen. We hebben er hier misschien een paar keer aan tafel over gehoord, maar het blijft nog een jong fenomeen. Er blijven gewoon bij ieder moment in deze ontwikkelingen gewoon nieuwe kansen en uitdagingen. Dus nu hebben we het hier misschien over en over een jaar hebben we het misschien over hele andere, en vermoedelijk zelfs over hele andere zaken. Ja, ik denk dat jullie jezelf op een gegeven moment heel snel overbodig maken, omdat
Dat is ook de bedoeling. Maar dat zei de vorige keer ook. Want uiteindelijk wat je zegt, is dat de hele economie dit fenomeen natuurlijk omarmt. Ja. Bedrijven willen er iets mee. Vooral omdat de definitie natuurlijk heel breed is. Want het is ook gewoon het gebruiken van onbenutte capaciteit. Ja. Weet je wel, de lege achterbank, het combineren van dingen. Het leuke van muziekstudio's. Efficiënter omgaan met resources, weet je. Het past in de duurzaamheidsdiscussie. Maar op een gegeven moment doet iedereen dat. Ja. En dan is het niks bijzonders meer. Nee, klopt. Ja. Een klein beetje lock-in voor de future is dat wij wel langzamerhand ook gaan kijken naar andere thema's. Die we natuurlijk in Austin ook altijd voorbij zien komen. Maar, zoals? Internet of Things, AI, robotisering en dergelijke. Dus als je een van de logische stappen om hier naar te kijken is bijvoorbeeld de hele autonomous driving, dat soort zaken. Dus we zijn al inderdaad ook aan de hand van wat we nu ontwikkeld hebben naar andere thema's aan het kijken. Dat doen we nu nog vooral binnen onze vier muren. Ja. Maar dat zijn wel thema's waar we verder ook op een gegeven moment... Dus je deelt die analyse. Dat is precies. En het is ook hartstikke logisch. En ik denk dat het straks ook de verwachting is van ons netwerk. Van jongens, prima. Je hebt ons fantastisch geholpen met deze stappen maken. En wat nu? Dus wij mogen jullie over 2 jaar uitnodigen. Dan hebben jullie een pivot gedaan en zijn jullie een platform begonnen op het gebied van Internet of Things of een van die andere. Ja, of daar in ieder geval vanuit de rollen die wij nu ook hebben, door inderdaad gewoon heel erg op kennis en op advies en op strategie, dat soort rollen ook daarin te blijven vullen. Dus wij zullen zeker, en dat doen we al, ook verder vooruit blijven kijken. Ja. Dus wat dat betreft is deze al obsolet. Oké, super. Ik ga hem lezen, ik vind het interessant. Ja, dus wil je ook in een paar uur bijgepraat worden? Het boek Share wordt... Het is ook niet zo gek dat we het nog niet gelezen hebben. Het wordt donderdag pas officieel gepresenteerd. Ik voelde me klaar maar een beetje schuldig. Ik vergat je net even te dekken, maar dat doe ik hier bij deze nog. Wingman. Komende donderdag is de presentatie waar onder andere Ger Baron en Daan van Peerby de aftrap verzorgen. Ja. Ontzettend bedankt en blijf langskomen, blijf ons bijpraten. Mag ik nog even wat reclame voor onszelf maken? Want, want dit gaat dan over de deeleconomie in die platformen, maar in jouw handpicked, wat onze leden dagelijks in hun brievenbus krijgen, maakte jij mij laatst attent op een platform waar je eigenlijk helemaal zelf, doe het zelf, zo'n platform kunt opzetten. Ja, heel simpel. Je hoeft niet te kunnen programmeren. Weet je, de basis staat. En dat is mooi wat je tegenwoordig ziet. Eerst ontstaan platforms die zelf natuurlijk met veel geld en veel middelen gebouwd zijn. Daarna komt er altijd weer iemand die denkt, hé, ik ga het platform maken waarop mensen zelf weer een platform kunnen bedienen. Nu had jij trouwens moeten zeggen, dus neem een abonnement op Handpicked. En ik dacht dat jij het vandaag ging zeggen. Nee, dan ging het zeggen. Dus als jij ook dat soort leuke informatie van Erwin wil krijgen elke ochtend in je mailbox, hoe je bijvoorbeeld een platform op de deeleconomie kunt beginnen zonder zelf te programmeren of zonder daar geld aan uit te geven, word FMT member. Dat kost maar 10 euro per maand en dan maak je media over innovatie mogelijk en je krijgt elke dag een mailtje van Erwin. Kijk, doen. Ook nog even bedanken. Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je elke week live kunt meekijken. 2ML, het bedrijf dat voor de hosting van onze site zorgt. En Bier & Co. Dat mij vandaag oersoep doet drinken, sponsor van bier. En overigens, als je lid bent, member bent, krijg je korting bij Bier & Co. Ja, dat is belangrijk. Als je alcoholist bent, zou ik ook zeker member worden. Dan drink je er zo uit. Ja, dat is een sociale korting. Ja. Bedankt. Dag.